Ik ben wel helemaal into the gamings. Ik weet niet of dat nou precies zo goed is. Je moet verder gaan op je persoonlijke apparaat. Precies, je moet verder gaan op je persoonlijke tour. Deze heb ik ook gezien op Onderwijswereld. Echt superleuk. I Spy, het is een soort zoekplaats. Niet van, waar is Wally? Die is ook leuk. Dan kan je dan een thema uitkiezen. Kijk, leuk. Gewoon binnen en de ene pakt de taak als eerste en de andere gaat eerst inchecken. Dat maakt niet uit, maar het is zo. En die plaats ik dan boven de spiegel. Ja, ja, let's go. Kijk, dit is toch leuk. Oké, en dan moet ze naar die woorden zoeken. En die woorden, die kan ik ook gewoon opschrijven. Dus waarom zou ik dat niet doen? Ik heb toch nu tijd. Want niets is fijner dan maandag binnenkomen en denken. Ik hoef alleen maar mijn ding aan te doen en let's go. Goedemorgen. Bijna middag. Het is vandaag vrijdag 7 januari en nee, we hebben geen school, we hebben geen les. Maandag pas, maar hè, moet toch een kind of voorbereid zijn. Dit is de eerste vlog met bruin haar. Het ziet er echt heel apart uit. Ik moet wel zeggen dat het dus verschilt qua licht waar ik sta, welke haarkleur ik heb. Want hier ben ik echt gewoon... Maar het lijkt een beetje... Als ik in dit licht sta, dan lijkt het oranjebruin. En als ik hier sta... Nee. Ja, nou, wennen, dit. Ja, dit beeld ook. De schoonmakers zijn geweest, dat is fijn. Maar ja, die planten dan, of die halen iets uit de vensterbank. En dan maken ze dat schoon. En dan mag ik het terugleggen. Maar goed, het is wat het is. Het is tenminste schoon. Dus dat is hartstikke fijn. Nou, was ik al bang dat dit... Dat de printer nog niet gedeed. Want voor de vakantie wilde ik van alles printen, maar die deed het niet. Want de afvalcontainer of zo, ik weet niet. Die is niet aangekomen, dus die is wel besteld, maar niet aangekomen. Dus dat betekent dat ik niks kan printen. Nou heb ik daar al rekening mee gehouden. Dus ik heb de keuzekast heb ik al geprint thuis. En een... poster heb ik al geprint thuis, zodat ik die wel kan lamineren en kan ophangen. Maar ik kan dus vrijwel niks doen qua printwerk. Dat is wel heel erg jammer, want dat had vandaag eventjes lekker geweest. Maar goed, er zijn heel veel dingen wat ik wel nog kan doen. Ik moet namelijk een klasindeling maken. Weet je wat? Ik ga eerst zo mijn lijstje erbij pakken en dan vertel ik het. Ga ik eerst even al die meuk... aan de kant zetten en computermuziekje aan en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, allereerst, ik was vergeten, sorry. De beste wensen natuurlijk voor 2022. Ik hoop dat iedereen toch ondanks de lockdown een leuke vakantie heeft gehad of met oud en nieuw toch wel met mensen heb kunnen vieren die dichtbij staan. Ik heb gevierd bij mijn beste vriendin, dus dat was erg leuk. Niet al te gek, niet al te laat. Prima eigenlijk. En ja, de vakantie. Ik dacht dat ik meer zou werken in de vakantie. Want ik dacht, ja, ik heb toch niks te doen. En alles is dicht. En dat valt wel mee. Ik heb eigenlijk bijna niks gedaan. En het voelt goed hoor. Ik moet zeggen, ik ben wel helemaal into the gamings. Ik weet niet of dat nou precies zo goed is. Want soms dan slaap ik en dan ben ik gewoon een gevecht aan het houden in mijn slaap. En het gaat van niet realistisch naar compleet realistisch. Dus dat er letterlijk iemand met een sniper daar staat. En ik denk, wat? Oké, gaat te ver. Maar goed, weet je, ik heb gekozen voor ontspanning. En I love it. En mijn haar geverfd in de vakantie. Niet per se nieuwjaar, newbie. Maar het is gewoon... Je moet verder gaan op je persoonlijke apparaat. Precies, je moet verder gaan op je persoonlijke tour.
Ik was het gewoon zat. Ik merkte dat als... Kijk, ik heb best wel dun haar. En het is blond. En ik merkte dat als het vet was, dan zag je dat super snel. En ik denk, bij bruin valt dat wel echt wel... Is het anders? Tuurlijk, je ziet wel soms dat het vet is. Maar ik kan nu wat langer erover doen. Dan zal je afvragen, is dit een spoeling? Is dit wat voor verf is dit? Dit is gewoon van de kruidvat. Natural. Nou, €12 of zo. Nou, ik had eerst middenblond gedaan, toen kastanjebruin. En want middenblond, of niet middenblond, donkerblond. Dat pakte heel raar uit. Het werd geel-goudblond, dus alles werd lichter in plaats van dat het donkerder werd. Ja, en toen kwam het moment dat ik doorging naar kastanjebruin. Gewoon gelijk, want ik was niet tevreden. Ik zeg, mam, let's go, kastanjebruin. En ik huilen. Ik heb gehuild. Niet normaal. Je kan je voorstellen dat als je 27 jaar lang blond bent geweest. En dat je dan voor de spiegel staat. En je moeder kamt je haren. En dat je denkt. Wow, het is zo donker. Het was gewoon bijna zwart. Kijk, ik zal even een foto laten zien. Dat je denkt. Oh ja, ja, het is inderdaad heel erg zwart. Dan moet ik even kijken. Waar in my gallery. Oh ja. Oh, ik zal eerst laten zien dat dat middenblond... Of dat donkerblond, dat was dit. Dat je denkt, huh? Dus die gele gloed eroverheen. Ja, kijk niet naar mijn gezicht, maar ja, I was shocked. Kijk hoe donker. Hé, hey, focus is hier. Kijk. Oh. Ja, toen was ik, kijk, mijn shocking face. Oh, op dat moment dacht ik wel echt, oh my god, het is zo donker. En ik huilen. En ik zei nog tegen moeder, jij hebt het niet gedaan. Ik wilde het zelf. En uiteindelijk, I'm so glad. En mijn wenkbrauwen passen er gek genoeg echt gewoon goed bij. Dus ik ben blij, ik hou het. Dus dat betekent wel dat ik om de zoveel tijd mijn haar moet gaan verven. Klopt. Van wat ik allemaal heb gedaan. En ook diamond painting, gamen, wandelen... Toch wel leuke dingen doen, kind of. Veel online shoppen. Ja. Ja. En nu zijn we eigenlijk weer open. Dus ik ben eigenlijk wel zo blij. Ik gewoon fysiek mag lesgeven. Want ik word echt lui. En je gaat toch in een soort sleur zitten. Dus lekker eruit. Let's go. Lekker vloggen. Let's go. Maar mijn lijstje. Ik ga mijn lijstje erbij pakken. Volgens mijn lijstje kan ik wel een aantal dingen doen. Ik heb, zoals ik al zei, thuis dingen uitgeprint omdat ik er al bang voor was. Ik heb deze op Facebook voorbij zien komen. Van juf Richelle. Het nieuwjaarsgedicht. Dat ga ik niet per se met de hele klas doen. Dat doe ik in de keuskast. Dat is wel leuk voor deze maand. Deze heb ik ook gezien op Onderwijswereld. Echt superleuk. I Spy. Het is een soort zoekplaats. Niet van... Waar is Wally? Die is ook leuk. Maar dan moeten ze kijken hoeveel van elk in de plaat zit. En dit doet dan iets met die executieve functies. Daarvan wilde ik al meer doen dit jaar. Maar ik heb... Het komt niet. Ik wil heel graag nieuwe dingen ondernemen, maar het komt niet. En ik weet niet wat dat is, dat het niet komt. Ja, sleur? Ik weet niet. We gaan er alweer voor. In ieder geval, dan gaan ze dus kijken. Het is aandacht houden. Hoe pak je het aan? Hoe pak je een taak aan? Ik denk dat je onbewust heel veel van executieve... Het is echt een moeilijk woord. Executieve functies. Dat je dat aanspreekt zonder dat je het weet. Dus ik denk dat ik me dit jaar daar even in ga neuzen. Misschien wat dingetjes uitproberen. Zodat ik weet wat kan ik in het onderwijs daarvan... toepassen. Zonder dat ik extra lessen eraan wijd, maar dat ik het kan implementeren in het onderwijs. Snap je wat ik bedoel? Want extra lessen, ja, zijn er niet. Ik doe al heel graag mindset lessen, dus daar moet je ook tijd voor maken. Dan hebben we twee posters, want deze heb ik al opgehangen. Hij hangt daar. Ik zie hem. Hoeft niet. Maar deze wel. Dus deze ga ik lamineren. Ik heb de keuzekast uitgeprint. Die ziet er zo uit. Ik laat hem wel even slowly zien wat ik dan in de keuzekast heb.
Oké, dus dat ga ik zo ophangen. En dan ga ik, denk ik, first things first, in mijn boeken uitdelen. We gaan met een nieuw thema beginnen van Blink. Maar dat is in principe pas volgende week. Wordt wel lekker als het even in de laadjes zit. Het bord schrijven en de maandag voorbereiden. Laten we het gewoon het belangrijkste doen. Let's go. Voor de vakantie had ik al een aantal dingen een andere plek gegeven. Omdat ik dacht, ja, dat werkt niet. Ik had mijn doelen, dus rekenen, taal en spelling, had ik op het raam op een gegeven moment. Ja, daar kijken ze helemaal niet naar. En als je dat ding naar beneden doet, dan zie je het helemaal niet. Dus ik heb ze gewoon hier. En ik heb nieuwe op die lettersite. Dat heb ik al eens eerder verteld. Ik drop hem weer onder de video. Dan kan je dan een thema uitkiezen. Dus die heb ik gehangen. Het is alsof je weer hier neergezet. En, oh leuk, dit is gevallen. Ik heb hier mijn mindset hoekje gecreëerd. Ik had natuurlijk al die brievenbus van de juf. Eerst had ik I wish my teacher knew pot. Maar uit een pot kan je moeilijk briefjes pakken. Dus dat is eigenlijk helemaal niet handig. Dus heb ik hier. En dan kunnen ze een briefje pakken en schrijven. En dan heb ik daarnaast de check-in. Met how are you feeling today? Ik zag dat bij een collega. Ik zal het even laten zien. Ze is er niet, maar het is vast oké als ik het laat zien. Ik weet dat het oké is. Ik heb het namelijk van haar. Het is gewoon een leuk plekje geworden. Kijk. Hier heb je... Wat ruikt het hier, muf? Ugh. Nou, hier heb je dat plekje met how are you feeling today. Met de check-in... Hoe cute. En dan is mijn teacher nieuw. En dan hier inderdaad de stokjes. Dus die check-in heeft ze overgenomen. Hartstikke leuk. Maar ze heeft het ook een plekje gegeven. En toen dacht ik, ja, ik had het namelijk voor de vakantie. Had ik het hier. En dat vond ik zo irritant. Want wat gebeurde er? Kijk, ik ga het laten zien. Kijk, kinderen komen binnen. En dan staan ze hier en dan zit een soort van mega ontstopping, een soort duinruilattractie, om die stokjes erin te doen. En ik denk zo, kom binnen, kom gewoon binnen. En de ene pakt de taak als eerste en de ander gaat eerst inchecken. Dat maakt niet uit, maar het is zo'n dit. En ook weer een hele rij om mijn gedachten te zeggen, dus dat is vervelend. Troep hier ook, het is ook geen plek voor een baby. Dus dit ook niet. Waar laat je nou weer een bezem achterin? Dus, ja, snap je wat ik bedoel met dat plekje? Dus dat werkt niet. Deze bezem werkt ook niet. Maar kijk, ik heb een mooi hoekje daar. Niet in de weg. Struikelt niemand. Dan krijg je dat ding ook niet tegen je hoofd aan. Is wel eens gebeurd. Als toen iemand erop stond. Dus die check-in heb ik daar. Dan heb ik eigenlijk dat hele boektolk weggehaald. Ik dacht echt... Het staat heel leuk, klopt, maar ik doe er helemaal niks mee. Was de bedoeling, maar in de praktijk pakt dat toch anders uit. Ik heb het wel bewaard, want hey, veel lamineerwerk en je weet me nooit. En nou heb ik die woordwolken die ik op de gang had, heb ik hier. Heb ik die spiegel weggehaald. Op zich irritant dat er geen spiegel is, dus als ik dit weer weghaal, dan hang ik weer een spiegel op. Want dit is zo... Je weet toch, bij een wastafel hoort gewoon een spiegel. Maar het is ook wel leuk om naar die woordwolken te kijken. Dus dan, snap je, sta je daar ook wel een beetje bij stil.
Nou ja, mijn instructiebord hangt er nog steeds. Dus die spiegel heb ik hier. Ah, bij de mindset natuurlijk. Met deze quotes. Die quotes overigens, die zal ik ook eventjes delen. Die kan je als vlag, kan je die ophangen. En dan heb ik hier, ja, dit. Ik moet nog even krijtbordstift vinden. Want dit wil ik eigenlijk elke week veranderen. Maar ja, goed, dat... Ik kan natuurlijk van de mindset spiegel. Die kan ik nu hier plaatsen. Dat is een goed idee. Hier, dat je een briefje voor mij. Heb je een probleem? Ja, kun je er iets aan veranderen? Nee, dan maak je geen zorgen. Oh, grappig. Kun je er iets aan veranderen? Ja, maak je dan ook geen zorgen. Mind. Ik ga even eentje uitzoeken voor na de vakantie. Welke centraal staat? Welke van de spiegel? En daarmee bedoel ik deze. Dus welke gaan we uitkiezen? Het is natuurlijk een nieuw jaar. Dus wat is dan... Tuurlijk. Tuurlijk. Die wordt daar. Zo. I never give up. Iets waarmee je het nieuwe jaar begint. I will do my best. Oké, dat kan. Of dankbaar. Of lastig. Ja. Misschien wel I have... Ja. I have big dreams. We weten allemaal, nieuwjaar, voornemens. Let's go. Dus, grote dromen. Ja, vind ik een hele leuke. En die plaats ik dan boven de spiegel. Ja, ja, let's go. Kijk, dit is toch leuk. I have big dreams. Dus ja, dat heb ik veranderd. Het karretje staat er nog, gebruik ik nog. Dus dat is een goeie geweest. Als we nou kijken, hè, wat heb ik allemaal aan het begin van het jaar gedaan? Wat doe ik nu nog? Dat is eigenlijk wel leuk. Ja, die tafelposters, dat heb ik ook veranderd. Dit is gewoon een... Wat heb ik allemaal veranderd sinds het begin van het schooljaar vlog? Want ik verander sowieso wel veel, maar ik moet het altijd wel... Ik vind het ook leuk om te delen, omdat er zijn dingen die begin van het jaar denken... Ja, dat werkt niet. En je hebt... Gaat dit werken? En dan werkt het. Zoals die check-in ben ik nog steeds blij mee. Die tafelposters, ik werd uitgelachen, hè? Tafelposters in groep 8. Jazeker, tafelposters in groep 8. Sterker nog, juf, ik kan ze daar niet zien. Kunnen we een andere plek? Ja, want daar hingen ze. Het is nu heel kaal. Omdat er altijd iets hing. Maar daar kan je dus knutsel hangen. Of iets anders. Ik weet nog niet. Ja. En daar hangen nu de tafelposters. Vind het ook wel leuker. Ik wil ze eerst weer hier, wat ik in het begin van het jaar had. En toen had ik die boven het bord, maar dat leidt af. Maar ik hou dit. Niet alles veranderen. En het is echt een mega werk om dat te verplaatsen. Met een ladder en zo. Ik ben namelijk niet zo groot. En ja, dan heb je de klasseafspraken. Weet je nog, die symbolen die heb ik hier gedaan. Nou, we hebben natuurlijk een nieuwe kanjerpad. Die ga ik introduceren. Hij is blauw in plaats van de zwarte. En verder, wat heb ik nog meer wat werkt? Ja, die keuzekast. Die gebruik ik nog. De bakken gebruik ik. Maar ik heb ze in plaats van boven naar beneden, heb ik ze nu zo gezet. En de, hoe heet die onderste dingen? Hoe heet dat? De leerspelletjes. Ik heb echt een lange arm. Ik ben niet meer gewend om te vloggen. Mijn goede. Die onderste... Die heb ik helemaal opgeruimd en weer geordend. Dus dat is ook wel weer fijn. En we starten met een nieuw leesboek. Maar die laadjes, jongens, echt. Ik weet niet of jullie er tegenaan lopen. Ik ben ook benieuwd hoe jullie dat doen. Of bij jou, als je een kind bent, hoe dat is. Die laadjes zit altijd zo vol. Dat je echt denkt, wat zit er allemaal in, jongen? Nou, dit valt dan wel mee. Maar een kladblok, een geschiedenisschrift, een rekenschrift, een tekenschrift... Nog een mapje voor te analyseren. Een automatiseringsmapje. Begrijp het lezen mapje. Een hulpkaart. Het is zoveel dat een leesboek niet past. Nou heb ik wel besloten, oké, ik ga de geschiedenis
dingen ga ik dan uitdelen en die doe ik dan weer achter in de kast. Zodat een laadje niet vol zit. Maar dat denk ik ook met deze boeken. Maar toen dacht ik net, hoe weet je nou welke van jou is als we allemaal hetzelfde boek lezen? Maar toen dacht ik, als ze nou het boekenlegger zo erin doen dat ze hun naam herkennen. Of met een papiertje of iets. Dan kan je dat laten uitsteken, zo. En dan kan je je boek pakken. Dan pak je die gewoon 's ochtends. Hebben ze wel gelijk een boek om te lezen? Want we moeten meer lezen. Wat heb ik nog meer veranderd? Nou, ik denk praktische dingen. We leven natuurlijk niet meer in december, dus let's go. Oh, nee. Ja, dit was niet de bedoeling, maar... Eigenwijs. Pak het gewoon op, Joyce. Oké, januari. 3 kinderen. 20ste is de eerste. 20 januari. Oké. Okay. Dan is het weg. Ja. Oh ja, en ik denk wel wat dingen veranderd. De kastindeling achter... Die heb ik ook weer eens onder handen genomen. Batterij leeg? Nu al. Oké, nooit je camera aan laten staan terwijl je niet filmt. Want dat vreet batterijen. Oké, ik was dus hier. Ik heb die kast een beetje opgeruimd. Dus het is een beetje geordend. Voor de kinderen is dit vooral om te pakken. Verjaardag, stiften, potloden. Al die timer en die meuk. Het lamineerapparaat, ik heb er verlengsnoer gepakt. Dat zat altijd hier en dat was heel irritant, want dan moest het hierop. En dan, ja, dat ging allemaal niet even lekker. Ik heb nu een verlengsnoer en het ligt lekker bij mijn bureau. Met alle lamineerzooi natuurlijk die je nodig hebt. Dat is handig. Hoesjes, glitter, lijm, bekertjes. Knutseldingen, dingen die je in de muur kan rammen. Dan heb ik hier de toetsen. Dat vond ik fijner dan bij mij. Hier natuurlijk al die leermap. Ik denk dat ik het andersom wil. Eventjes andersom wil zetten. Want die hebben kinderen nodig. Die niet. Dus die moet meer hier. Rapporten, schriften. Heerlijk dat alles is opgeruimd. Ja. Weet je, ik ben er niet van. Maar wel op zijn tijd. En dan vind ik het heel lekker dat het toch is gedaan. Ja, laat ik dat maar gelijk veranderen. En dan ga ik het bord schrijven. Ja, want niets is fijner dan maandag binnenkomen denken. Ik hoef alleen maar mijn ding aan te doen en let's go! Weet je waar ik dus echt van hou? Is dat ik niet elke keer weer iets nieuws moet verzinnen. Maar dat ik het gewoon heb. Dat ik denk, hey, maandag een spellingles over trema. Ik heb een buitenles over de trema. Enige probleem is dat de printer het niet doet. En ik moet rekening houden met het feit dat hij het maandag ook niet doet. Nou moeten we misschien sowieso even kijken wat voor weer het maandag wordt. Maandag zon, let's go outside. Lekker een frisse neus. Ze gaan op zoek. Deze staat ook op mijn website trouwens. Voor degene die niet wisten. Ik heb een website. En daar plaats ik regelmatig. Denk ik moet zeggen de laatste tijd wat minder. Maar goed. Er zijn altijd dingen die net zoals dat ik nu denk. Oh ja, dat is leuk dat je die er weer bij kan pakken. Ze moeten hier. De klemtoon valt op de laatste. Dus komt EN bij. En de klemtoon valt niet op de laatste klank. Maar geeft aan hoe je hem hakt. Zoals ruïne, hè? Want anders zeg je ruïne. En dan moet ze die woorden gaan zoeken. Soms ben ik niet bewust van het feit dat kinderen natuurlijk ook de vlog kijken. En aangezien deze natuurlijk online staat voordat het maandag is, zie je al de antwoorden. Lijkt me niet zo handig. Maar die ander hoort daar. Oké, en dan moet ze naar die woorden zoeken. En die woorden, die kan ik ook gewoon opschrijven. Dus waarom zou ik dat niet doen? Ik heb toch nu tijd. Nu opschrijven. Printer doet het niet. Het zijn maar een paar woorden. Maar aan de andere kant is het zo voor de hand liggend. Het klopt nog niet helemaal. Ik denk dat het nog anders kan. Misschien moet ik even kijken naar de les überhaupt. Want ik zie hier nog wel een paar dingen staan. Ik denk, dit
Dit zijn ook nog wel goede woorden. Ik denk dat ik hem even ga aanvullen. En dan haal ik een paar woorden eruit. En dan moet ik even nadenken. Oké, dan hoeven ze die niet meer te maken natuurlijk. En die kan ik dan misschien in les 2 terug laten komen in het propjespel. Dat is misschien wel handig. Ja, laat ik gewoon even beginnen met woorden opschrijven die ik erin wil. Die moet ze zoeken. Is het slecht weer? Dan hang ik ze in de klas op. Dan gaan ze opzoeken en dan gaan ze de trema op de juiste plek zetten. Want daar gaat het om. Waar hoort de trema? En dan doe ik er natuurlijk ook een strikvraag in. Want er zijn natuurlijk niet altijd woorden die een trema hebben. Welke dat is, zeg ik niet. Want jij kijkt. Dan ga je het weten. Dat is niet leren. Het enige wat ik wel nu ontdek tijdens het schrijven van deze woorden is dat sommigen echt niet weten wat het is. En misschien ga ik het even tussen haakjes eronder zetten. Dat ik denk, ja, weet je, en als je dit leest, een terrier, en je komt er niet op. En ik zeg het is een soort hond, dan kom je er wel. Als er staat hygiëne, ja, als ik denk tussen haakjes schoon, dan weet ze het wel. Land... Iets wat lekker is, smeuig. Snap je? Ik ga het toch doen. Het is ook wel goed voor de woordenschat, moet ik eerlijk zeggen. Dus het enige is dat ik dit dan wel weer wil bewaren. Want dan heb ik het al. Grappig, daar waar ik net zeg... Oh ja, dan heb je wat van vorig jaar. Je hoeft niks meer te maken. Heb ik weer wat gemaakt. Maar goed, het is het werk ook niet. Ik heb het gelijk gemaakt zodat jullie het ook kunnen gebruiken. Het gaat dus om dat plaats van het trema. Ik heb woorden uit de les gehaald. Ik heb zelf de methode spelling op maat. En volgens mij deel 2. En dan is het van blok 5 les 1. Maar goed, je zou het ook kunnen gebruiken als jij dat lesdoel hebt. Heb je deze woorden al? Ik maak dan een bewuste keuze als in ik ga opdracht 1 en 2 maak ze dan niet. Dan maak ze alleen maar opdracht 3, 4 en 5. Dus alleen die gaan ze maken. En dan doen ze dit zeg maar als in het lekker maken van het leren en bewegen. Het is maandag. Misschien dat ik even voel hoe ze zijn en denken van misschien doe ik dit al in de ochtend. Misschien ook niet. Ik heb het nu in principe staan voor na de kleine pauze. Omdat het dan ook wat warmer is. Het is anders wat koud. Maar goed, het is wel een goed idee om die tussen haakjes eronder te zetten wat het nou betekent. Want dat maakt het voor een kind natuurlijk ook... Oh ja, tuurlijk. Want anders weten sommigen niet waar ze zoeken moeten. En als je betekenis aan een woord geeft, dan blijft het namelijk ook hangen. Dus jongens, we hebben het weer maar voor elkaar. We gaan lekker bewegen maandag. Even kijken, wat hebben we maandag verder? Hoofdletters. Waar worden hoofdletters allemaal bij gebruikt? En dan hoort het met een hoofdletter ja of nee. En dan wel gewoon werk uit het werkboek. Het blijft geen feestje. Het is 2:15, dus laten we zeggen nog een uurtje. En dan vind ik het al mooi geweest. Oké, nu heb ik wel efficiënt gedacht. Ik heb een Kahoot gevonden. En die heb ik heel eventjes bewerkt. Want volgens mij was het middelbare school met leestekens. Waar staan de hoofdletters en leestekens goed? Heb ik even Juf Joyce in sommige van gemaakt. En dus ik heb een Kahoot met 13 vragen over leestekens en hoofdletters. Dus ook nog een leuke quiz. Nou jongens, jullie zijn blij dat jullie weer naar school gaan. Want ik weet het. Een aantal hebben er geen zin in. Ja, en sommigen hadden liever thuisonderwijs gewild. Wat ik echt niet begrijp. Maar ja, aan de andere kant uitslapen natuurlijk. Het is in een ritme komen, dus laten we er dan een soort leuk en leerzaam dagje van maken. Het is 2:30. Ik ben dan echt de laatste dingen aan het doen. Ik kan in ieder geval zeggen dat ik ready ben om les te geven. Rekenentaal spelling voorbereid. Kan je training in de middag. En mijn batterij is weer leeg. Ik heb niet eens zoveel gefilmd. Ik snap er niks van. Goed, ik ga hem gauw afsluiten. Dat ga ik doen. Dus dit waren de voorbereidingen en de veranderingen die ik heb gedaan in mijn klas en mijn haar. En we gaan er gewoon maandag een leuk dagje van maken. Ik weet niet of ik ga vloggen. Dat bepaal ik maandag hoe ik opsta. En dan let's go. Oké, ready, set, go. Waarschijnlijk komt deze vlog in het weekend online. Dus ik wens jullie nog een hele fijne avond. En veel plezier. Ik ga sowieso weer 30 seconds doen.
lekker snel, lekker vlot, lekker leuk. En ja, het slaat gewoon altijd goed aan. En ik heb niks om te printen, dus ook niet moeilijk doen als het makkelijk kan en wat ze leuk vinden. Dus 30 seconds van hun vakantie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.